Een bomvol sportpaleis. Met spanningssensatie, alles erop en eraan. Dit was echt het beste wat ons kon overkomen. Het is ook mooi. Het is short track lifting. We overstijgen alle grenzen. We kijken eigenlijk altijd, alle weekenden kijken we schaatsen. En nou met de short track, ja, fantastisch om bij een kindje mee te maken. Daar is het nog hoor. Hier is Susanne Schulte. Ja, ik ken Ahoy een beetje. ABN AMRO kom ik ook, maar dat is een heel ander publiek. Dit is nog enthousiaster. Dit is toch echt het schaatspubliek. En het schaatspubliek is het beste publiek van de wereld. En dan in Rotterdam, helemaal top. Ja. Goede commentatoren, leuk, goede muziek. Echt, we hebben een topdag. Ja. Superdag, echt ja, waar. Ja, echt leuk. Mensen die shorttrack een keer gezien hebben, al rijden in een betonnen bak met een shorttrackbaantje. De sport op zichzelf is hartstikke spannend en dat is al sensatie. Dus mensen die het vaak eenmaal een keer gezien hebben, die zijn verkocht. Ik weet zeker, wij hebben 8000 ambassadeurs van de sport erbij. Dit is de eerste keer, het is echt een happening. Het is fantastisch, ik vond het erg leuk. Ja. Het was mijn verjaardagscadeau, dus hartstikke bedankt. I'm from Hungary. I think this is amazing and all the show elements. I think they work well. Yeah, and this is what the sports needs. Vooral de spanning en het gaat heel snel. Gewoon constant wedstrijden achter elkaar. Dat vind ik echt heel leuk om te zien. Het is echt top. Geweldig. Echt. Snel. Ja, het gaat zo ontzettend snel. Ja. En je zit er zo kort op. Het is echt fantastisch om te zien. Je shorttrack is een spel van letterlijk soms van vallen en opstaan. Het is natuurlijk heel erg zonde dat door een valpartij dan die plak mist. Maar je moet ook eerlijk bekennen dat ze het helemaal zelf deed. En er was niemand die haar aanraakte. En dat is wel een van de eerste regels bij het shorttrack blijven staan. Het was een beetje tegenvallen dat Jorien viel natuurlijk bij de dames. Daar waren we een beetje teleurgesteld. En toen zeiden we ook van ja, nu moet er nog wel wat komen. Ja, je voelde in het hele stadion, in het hele Ahoy, er komt nog iets. Je voelde het gewoon. Ze nog niet alle vier, maar Shinky ken je allemaal. En je ziet gewoon dat Shinky die moet het afmaken en die maakt het af. En ja, onbeschrijfelijk, echt heel leuk. Echt heel leuk. Iedereen zat erop te wachten. Ja, en dan zie je gewoon de ontlading van iedereen. Dat is gewoon geweldig. Ik ontplofte het zelf trouwens ook. En het is natuurlijk fantastisch als je dan Shinky Knecht met die twee handen in de lucht over de streep ziet gaan. En dan deze ontlading is echt fantastisch.